Ik sta hier met de Babergh-trainer Mohamed Mohouti. Ja, Mohamed, jouw verhaal van deze wedstrijd. Heel duidelijk, heel kort. 3-1 verloren, terecht verloren. Sevolder was vandaag heren meester in, uh, nou, in, in, alles een beetje. We kwamen vandaag niet aan het voetballen. Ik vond ook vanavond de slechtste wedstrijd van het seizoen hebben gespeeld. gespeeld. Was ook wel een heel slecht veld moet ik aangeven. Want <laughs> ik las gisteren dat ze alles eruit uit hebben gegooid zelfvolden. En vandaag kom ik hier en uh, daar hadden we toch het tweede team gevoetbald. Ik wist dat de trainer ook heel boos was uh, geweest op. Uh, op dat ze. Maar ik vond het veld gewoon heel slecht. Wij speelden slecht. Zelfvolg gewoon terecht 3-1 gewonnen. Terecht drie punten. En ik denk dat wij gewoon niks te mok en niks, niks te zeggen hebben vandaag. Maar gaat het dan mis bij je team? Kun je het duiden? Nou, waar het mis Ik moet zeggen wat ik net heb. Het is wel de slechtste wedstrijd die we hebben gespeeld. Dus we hebben een heel goede wedstrijden gespeeld. Ook tegen koplopers, tegen onderste. Alleen vandaag kwamen we er niet aan. Qua de Vels kwamen we niet aan. Qua voetbal kwamen we niet aan. En. Doelpunten die we naar tegenkeren hebben, hebben we heel makkelijk weggegeven. Ja, de eerste slaat helemaal nergens op. Maar gewoon drie, vier mannen om naar de bal op te kijken. En uh, ik dacht, dat Bouwmeester er door doorheen kon lopen. En die scoort gewoon 1-0. Ik denk, ja, ja dat kan je niet op trainen. Dan moet je gewoon als, als speler zijn. Dan moet je gewoon heel scherp in zijn. Elke bal op de 16 meter, op de 5 meter moet je gewoon wegrammen en niet blijven kijken. En als je zulke doelpunten weggeeft, ja, dan, uh, dan, dan kan je wedstrijd nooit winnen. En als je dan, dan weer een corner, een corner tegenkrijgt en die gaat er al in. En in derde ook via Patrick van Hagen weer de rennen. Ja, dan, dan heb je niks te vertellen vandaag. We kwamen overal tekort vandaag. Qua fysiek, qua, qua konaballen, qua alles kwamen we gewoon tekort. En wat ik zei, we hebben gewoon terecht verloren. Oké, okay, nou ja, luid en duidelijk verhalen. Volgende week wachten jullie nog? Uh, uh, Hoogland, thuis. De laatste wedstrijd. Dus we hebben iets recht te zetten. En ik hoop dat we volgende week gewoon in ieder geval een andere wedstrijd kunnen laten zien. En uh, dat de jongens... Uh, in ieder geval een uh, andere mentaliteit hebben dan vandaag. Want uh, We hebben van de week heel hard getraind en jongens hadden vandaag zin in. Alleen het kwam er niet uit vandaag. En zulke wedstrijden heb je toevallig ook af en toe. En, uh, vandaag was zo'n wedstrijd en ik hoop het maar eenmalig is. En uh, Ik hoop het snel vergeten en uh, doorgaan boedduren naar volgende week.